Oké. Het gaat gebeuren. Dan krijgt een coronatest. Dit is teststraat 1. Nou, ik hoef op zich mijn knipperlicht niet aan te zetten of zo, maar... Oké. Nou, jullie hebben zojuist gezien dat ik op weg was om een coronatest te doen. Zoals je misschien wel aan mijn stem hoort, heb ik erg last van mijn keel. En ik voel mezelf heel erg verkouden, zonder dat mijn neus zeg maar heel erg vol zit. Dus het voelt alsof mijn hoofd helemaal verstopt zit, maar mijn neus niet. En ik praat alsof ik heel erg verkouden ben. Dus het is heel gek. Het zit echt heel erg een beetje, ja... achter in mijn keel, een soort verkoudheid denk ik of zo. Ik dacht, Steef heeft ook haar coronatest gefilmd. Oh. Ja, dankjewel. Filmt die zij, nou ja, ik denk anderhalve maand geleden had gedaan, omdat zij erg last van de keel had. Ik denk, ik ga het ook filmen. Ik heb helemaal mijn telefoon geïnstalleerd. Heeft hij dus alles gefilmd? En op het moment dat ik dus bij de mevrouw ben van de coronatest, is mijn opslag vol. Dus ik ben vanmorgen, heb ik de mevrouw gebeld. Ik had ook tegen die mevrouw gezegd, ik zeg het maakt mij niet uit, al moet ik 3 uur in de auto. Ik wil zo snel mogelijk een coronatest. Ik zeg, ik wil het gewoon weten. Want hier was pas in Naaldwijk over 2 dagen plek. Nou, je hoort natuurlijk tussen 24 en 48 uur. Dus ja, ik dacht misschien is het dan pas vrijdag eerder dat ik weet. Elke dag dat ik het eerder weet of ik het wel of niet heb, is natuurlijk meegenomen. Oké. Nu begin ik toch wel een beetje zenuwachtig te worden. Ik zit een boterham met pindakaas te eten. Kijk. Pindakaas. En ik proef het niet. Ik proef. Het is een boterham. Met smeuïg iets. En nootjes. Maar ik proef de smaak van pindakaas niet. Ik ga zomaar eens aan alles ruiken, denk ik. In huis. Tot zo. Nou, dan is het nu tijd voor de geurtest. Ik heb hier allesreiniger met Dettol. Wat geen geur bevat. Dan heb ik ook nog allesreiniger met eucalyptus. Dat ruikt ook nergens naar. Dus zowel mijn smaak is verdwenen als mijn geur is verdwenen. Ik ben het nu ook wel een beetje zat om op de bank te liggen de hele tijd. Dus ik ga nu ook maar even iets schoonmaken of zo. Ik heb de stofzuiger er alvast bij gepakt. Nu moet ik er natuurlijk ook nog wat mee gaan doen. Oké. Ik heb dus na vandaag, ik denk zomaar 100 keer, mijn uitslag geprobeerd te openen. Net gezien dat ik echt corona blijk te hebben. Dat valt me wel een beetje zwaar. Nou, dan ga ik ook nog huilen. Nou, het voelt voor mij zeg maar echt een soort alsof ik gefaald heb of zo. Ik probeer altijd zo voorzichtig te doen. Zo bij iedereen uit de buurt te blijven. Dus ik vind het zo naar dat ik dan... ja, ik had het ook wel een beetje verwacht aan de hand van de klachten die ik heb. En zeker omdat ik natuurlijk ook helemaal geen smaak heb of iets. En ik ruik helemaal niks. Maar het blijft zo... Ik voel me zo rot. Zeker omdat ik zo mijn best heb gedaan om overal afstand van te houden. En zo voorzichtig te zijn. Ik heb mezelf wel toegesproken dat ik het nu lekker als een malle. Ik heb sushi besteld. Dus ik ga echt gewoon mezelf helemaal vol stoppen met sushi. Om mezelf in ieder geval iets te troosten. En ik heb gelukkig Jill bij me. Het is nu corona dag 2. Mama is zojuist langs geweest en die heeft mij een algehele malaise pakket gebracht. Dat ziet eruit zoals dit. Dat gaan we natuurlijk eventjes uitpakken. Ja.
En een heerlijke hoestsiroop. En nu heeft mijn moeder ook nog iets heel leuks gemaakt. Ik had vroeger een doek waar ik altijd mee deed duimen. Ze hebben ook foto's erbij gedaan. Oh, ik moet echt ook om alles huilen. Nu gaan we weer huilen. Jee, dames en jankerbal. Nou, mijn moeder kan dus heel goed mondkapjes maken. Kijk, dit is Dados baby. Met, we zien hem hier, de rode borreldoek. En hier nog één. Met de doek. Ik wilde zelfs verkleed naar school. Als boerinnetje. Maar natuurlijk had mama een super mooie outfit gemaakt. Van mijn boerendoek. Kijk nou, hoe schattig. Mijn doek was altijd aan mijn zijde. En die heette mijn schudde. Dat bracht ook wel eens verwarringen mee. Want bij het woord schunnen dachten de meesten, die meid is er schoenen kwijt. Dus ik weet dat regelmatig, bijvoorbeeld als ik bij mijn opa en oma bleef slapen, dat ik zei, waar is mijn schunnen? Ik ben mijn schunnen vergeten. Leven voorbij zonder schunnen. Dat opa zei, joh, je schoenen meid, die staan gewoon in de gang. Maar Daan was op zoek naar haar schunnen. Nu heeft mama dus de doeken bewaard. En van die doek, moet je kijken, een mondkapje gemaakt. Met het logo van de Menezie erop. Dus als ik straks weer vrij ben, kan ik shinen met mijn ultieme mondkap. Goedemorgen, het is woensdagochtend en Daan heeft gisteravond te horen gekregen dat ze positief is getest. En nu moeten we even een telefoontje van de GGD afwachten. Want het ziet eruit, wat ik allemaal op internet lees, dat ik in isolatie moet. Als dat zo is, dan ga ik denk ik in een hoekje zitten huilen. Zo, ja, alles wat ik heb gisteren zo'n beetje de hele avond, begin van de nacht, zitten lezen. Maar ik kom er denk ik niet onderuit. Want Daan en ik zijn natuurlijk nog naar de dierentuin geweest zondag. Maar goed, ik zal niet op de zaak vooruit lopen. Ik wacht even het telefoontje af en dan blijf ik in ieder geval binnen totdat ik weet wat er eventueel mag en kan. Daan heeft net contact gehad met de GGD en het is niet zo mooi. Eigenlijk wat we al wisten. Dit is Liv. Liv, kan je heel even een boekje lezen zonder geluid? Daan is net dus gebeld door de GGD, ook voor dat contactonderzoek, om in kaart te brengen met wie ze allemaal contact heeft gehad en wat daar dan dus mee moet gaan gebeuren. Nou, ik ben dus eigenlijk de enige waar Daan dus echt intensief contact mee heeft gehad, dus langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter, want wij zijn natuurlijk naar de dierentuin geweest afgelopen zondag. Dat is natuurlijk gewoon niet handig, dat gaan wij ook niet meer doen. Ik ben volgens mij gewoon een beetje in shock van het feit dat ik dus in isolatie ga, moet. Geen keuze heb. Ik kan me dus laten testen, maar het is eigenlijk vrij nutteloos. Want dan weet ik dus of ik het wel of niet heb. Morgen kan dat anders zijn. Ook al test ik negatief, dan moet ik alsnog in isolatie blijven. Dus ik ga het mezelf niet aandoen om nog een keer te testen. Want nee, vreselijk. Dat ga ik niet doen. We moeten nu natuurlijk vooral veel regelen voor de paarden. Kijken hoe we dat allemaal gaan doen. Dankjewel. Wat wil je hiermee? Oké. Nou, het is nu dag 4. Wat ik nu vooral heel erg merk is dat het volgens mij toch een beetje los begint te komen. Want ik heb al die tijd me verkouden gevoeld zonder snot. En ik had nu eigenlijk vanmorgen voor het eerst dat ik deed niezen. Ja, het klinkt heel smerig, maar dat ik moest niezen en dat er snot uitkwam. Dus dat is denk ik wel een goed teken dat het in ieder geval een beetje los aan het komen is. Oké, het is ondertussen ook tijd voor wat lichamelijke beweging. Ik heb mijn sportspullen van zolder gehaald. Nou ja, niet van zolder, maar van de verdieping. Ik heb mijn balancebord, een bal, een balancekussen, nog een bal.
En ik heb ook een wieltje. Ik merk gewoon sowieso aan mijn ademhaling dat mijn longinhoud iets wat slecht is. Maar ik ga het toch gewoon doen. Dus ik heb vooral veel balance dingen in bedachten. Het gaat gewoon allemaal super moeizaam. Echt, ik heb gewoon een heel klam voorhoofd. Ik heb echt ook mega veel zweet op mijn lichaam. Gewoon dat je voelt dat je niet lekker bent, zeg maar, weet je wel. Cardio-achtig iets doen. Door de trap een aantal keer op en af te lopen. En dit was 5. En ik sta echt te hijgen als een oud paard. Oké, dag 4 van corona. Gisteren heb ik mijn poging gedaan van #fitgirl. Daar ben ik echt de hele dag heel beroerd van geweest. Nadat ik vooral heel erg moest hijgen, alsof ik echt een zwaar longpatiënt was, werd ik ook enorm duizelig en kreeg ik steken op mijn buik. Dus heb ik eigenlijk de hele dag op mijn bed gelegen. En dan heb ik denk ik geslapen van 7 uur 's avonds tot 10 uur vanmorgen. Ik merk nu eigenlijk dat ik daar de volgende dag nog steeds last van heb. Dus ik lig zoals je ziet op de bank. Want ja, mijn bed, daar ben ik ook op een gegeven moment klaar mee. Het viel me echt enorm tegen dat ik zo'n extreem slechte conditie had nu. Ik heb de trap 5 keer op en neer gelopen. Maar eigenlijk na 3 keer had ik misschien wel moeten stoppen. Ik vind het echt heel bizar dat je longen zo worden aangetast. Terwijl ik merk wel dat ik keelpijn heb, maar ik dacht niet dat ik last van mijn longen had. Maar je merkt dus eigenlijk gewoon, gewoon je conditie is gewoon in één keer helemaal weg. Ik heb vanmorgen ook even de wasmachine aangezet. Maar zelfs als ik de wasmachine vul, moet ik halverwege gewoon even rechtop gaan staan en even bijkomen. Ik word heel snel duizelig. Heel snel ben ik aan het hijgen. Ik merk ook nu ik dit aan het vertellen ben, dat ik steeds een soort hap lucht moet nemen, gewoon omdat ik geen adem krijg. En als ik dus aan de telefoon zit, bijvoorbeeld ook met iemand, als ik lang aan het praten ben, dan ja, voelt het echt alsof ik een soort uitgeput ben. Dus ik denk dat ik vandaag even een dagje helemaal op de bank blijf liggen en even niets doe. En dan kijk ik of ik morgen weer even wat kan doen. Ik ben echt extreem moe. Goedemorgen, het is vrijdagochtend en ja, ik sta niet in de stal. Ik sta in een badkamer. Ook een doek. Oh, ja, fijn. Mijn net gezeemde douchewandjes. Ik ben er nu maar volledig oké mee dat ik dus thuis ben. Samen met Liv. Ik kom echt nergens aan toe en niks kan ik afmaken en niks lukt. Ik probeer nu dus de badkamer schoon te maken, maar op het moment dat ik iets schoonmaak, zijn er een vies doekje overheen. Of met de handen. Oh, fijn. Ja. Ik heb bijvoorbeeld, ik zal straks even laten zien, net de douchewand gezeemd. En daar zit nu alweer helemaal. Ik heb gisteren, had ik wel even een dagje nodig, want ik dacht, jeetje Mino, gaan we dit doen? Het einde van de wereld. Maar ja, dit is natuurlijk niet het einde van de wereld. Super veel hulp. Het is echt top. En ik probeer hier vanuit huis te doen wat lukt. Kijk, deze raam had ik net helemaal gezeemd. Heel mooi glanzend. En nu zien ze er zo uit. Nou, ik heb mezelf maar een quarantaine look aangemeten. Met een handdoek in mijn haar. Elke ochtend neem ik mezelf voor om super gezond te gaan doen. En dan begin ik ook de dag. En dan begin ik ook de dag super gezond. Maar dan tegen de middag kijk ik in de la. En dan zie ik dit. Pepernoten van de bakker. En dan doe ik dit. Lekker. Bye. Heb ik naar je zin? Gaat ze nog een keer? Nog een keer? Ga maar. Oeh.
Gaan we glijden? Mooi kijken. Wee! Het is vrijdagavond en we hebben met de Masked Singer gekeken. Ik ben volledig obsessed met het programma. Ik vind het echt zo leuk. Ja, ik vind niet vaak dingen leuk. Ik zeik meestal, maar ik vind dit echt heel erg leuk. En ik had het ook goed, want ik dacht dat Matty in de astronaut zat en... Oh ja, en dat Ernst Daniel Smit in de Yeti zat. Daan de Grond Brandsteder. Die had het dus niet goed. Het is tijd om te gaan slapen. Oké, lekker avondeten. Wat heb ik vandaag? Ik heb al 2 dagen niks avond geëet. En vandaag heb ik... Het is een beetje donker. Spareribs. Ik moet zeggen, ze proeven heerlijk. De structuur, alles is heel lekker sappig. Waar het naar smaakt? Geen idee. Nou, ik heb nu eigenlijk wel het idee alsof ik me best oké voel. Zolang ik niet te veel beweeg, dan gaat het goed. Goedemorgen. Goedemorgen, het is zaterdagochtend. En ik zei gisteren natuurlijk al, ik begin elke ochtend als een fit girl. Ik begin elke ochtend dat ik denk, dit is de dag dat ik mijn leven ga beteren. En geen suiker ga eten en super gezond ga doen. Nou, dat ga ik nu dus weer doen. Ik begin dus dan de dag met een handje pillen. En dan ga ik een gezond ontbijtje maken. Ik weet vandaag nog niet helemaal wat ik ga doen. Nou kijk, ik heb hier nu dus lauw water, vitamine D, multivitamine, vitamine C, vegan visolie, dat is natuurlijk niet waar, vegan omega olie, MSM en chlorella spirulina tabletten. Als het nu niet goed komt met mij, dan weet ik het ook niet meer. Mama, ik heb mijn plek. Ja, we zijn lekker tv kijken. Gezellig. Oké, ik ga nu eventjes iets ondernemen. Ik heb wel het idee alsof ik mezelf wel ietsje pietje beter voel. Het is nu zaterdag. Ik ben nog wel heel moe. Maar ik ga nu eventjes... de Arco Drive-thru doen. Dus ik ga eventjes met de auto naar stal toe rijden. Eventjes een rondje. Al ben ik alleen maar even op het terrein. En zie ik even een paard. Dan heb ik denk ik alweer even iets ondernomen. En ik heb een paard gezien. Daar wordt het namelijk wel weer hoog tijd voor. Good morning. Het is vandaag zondagochtend. En dat betekent dat het vandaag mijn laatste quarantainedag is. Mits ik geen koorts heb. Dus dat gaan we natuurlijk even opmeten. Ik ben vorige week maandag om 9:50 getest. Het is nu... Oh, de klok is achteruit gegaan. Het is nu 11:00, dus... Nou ja, weet je. 24 uur is nu ingegaan. Ik meet de temperatuur in mijn mond. Daarbij zeggen ze wel dat je er dan altijd een halve graad nog bij op moet tellen. Dus dat ga ik ook zeker doen. Oké. Mijn temperatuur zegt dat ik 36,4 heb. Dus dat ik, als we daar een halve graad bij optellen, dat ik 36,9 heb. Dat is een hele goede temperatuur. De GGD zegt dat je pas boven de 37,5 of eigenlijk boven de 38 graden, dat je dan koorts hebt. Daarbij komt ook nog kijken, mocht vandaag mijn laatste quarantainedag zijn, dat er hier in huis wel het een en ander opgeruimd moet worden. Want ik heb echt serieus een soort... domein gemaakt hier. Je ziet het hier al. Echt. Nou, je ziet dat ik hier de hele week heb doorgebracht. En dan hebben we ook nog een aanrecht. Helemaal vol met pestzooi. En de eettafel. Dus dat betekent dat er ook vandaag het een en ander opgeruimd moet worden. Dus dat zijn mijn plannen voor vandaag. Hallo.
Hallo, het is zondagochtend. En ik rij in de auto. Ik weet anders ook niet wat ik moet doen. Dus ik ga lekker een rondje rijden. Alweer mijn roze trui. Hier leef ik in. Die is waarschijnlijk verteerd na deze week. Tot zover de update in mijn leven. Gebeurt echt geen reet. Oké. Het is nu 3:00 en eigenlijk iets waarvan ik niet had gedacht dat het ging gebeuren, is zojuist gebeurd. Ik voel me wel al de hele week een soort misselijk, maar nu moet ik ook ineens extreem overgeven door al het gekots. Is er van het opruimen nog niet echt iets gelukt, zeg maar. Eerst nog maar even temperatuur meten. Oké, dit is dus wel echt weer ineens heel raar. Jullie zien het in. Kijk, ik ga het even overnieuw doen. Oké. Het rare nu is dat ik dus ineens 37,3 heb. Dus daarbij een halve graad opgeteld is. Natuurlijk wel gewoon 37,8. Dat zou betekenen dat ik over de 37,5 graad heen zit. Ik ga het gewoon even opschrijven. Ik was sowieso al van plan om morgen, voordat ik in ieder geval van plan was om het huis uit te gaan, dat ik dan de GGD zou bellen of hun zeg maar akkoord gaan met de symptomen die ik op dat moment heb. Want als ik bedenk hoe verkouden ik dan nu nog ben, geloof ik nooit dat je daar zomaar mee de deur uit mag. Maar dus mocht ik de deur verlaten, dan ga ik sowieso dat pas doen na overleg met de GGD. Ik ga dit in ieder geval even opschrijven. Het is nu 6:00 op, als het goed is, mijn laatste quarantainedag. Dus ga ik nu nogmaals een keer mijn temperatuur meten. Oké, dit is raar toch. Nu heb ik ineens 36,7. Ja, jullie zien het in het spiegelbeeld. Maar 36,7. Dit geeft me dus toch alweer een beetje moed, denk ik. Misschien omdat ik daarnet meteen na het spugen had gefilmd of zo, dat daardoor mijn temperatuur erg in de war was. Dit is eigenlijk ook zeg maar de temperatuur die ik al de hele week een beetje heb. Dus die 37,8 van vanmiddag viel me erg zwaar. Ik heb ondertussen wel al de bank opgeruimd. Misschien dat ik nu aan de tafel ga beginnen. En nog even ga bedenken wat ik ga eten vanavond. Dus dat is mijn status op dit moment. Ik hou jullie op de hoogte.